Welkom bij de eerste aflevering van Herfstinspiratie. Vandaag gaan we een pompoen decoreren. En wat ik ga doen, ik ga de deksel eruit snijden. En dan ga ik met een aardappelmesje ga ik dat doen. En ik ga een rondje snijden. En dan ga je hem uitlepelen. Want ik wil hem helemaal, ik wil hem dadelijk gaan vullen met oases. Dus ik ga hem uitlepelen. Al die pitjes eruit. Je kan ook kiezen voor andere soorten pompoenen. Bijvoorbeeld de eetbare pompoenen. Maar die is het vrij lastig om alles eruit te halen. Want die is veel vaster aan de binnenzijde. En dan gaat de kop er veel lastiger af. Ik ga er een heel stuk plastic in doen. Ik pak een blok oases erbij. En elke pompoen is anders qua grootte. Dus het is altijd voor jezelf even meten hoe groot de oaseblok mag zijn. Maar deze past er fijn in. Die ga ik hier afsnijden. Kijk, en dan breek ik hem er zo vanaf. Die kleine stukjes die ga ik gebruiken om die zijkanten mee te vullen. En dan ga ik de hoeken, die ga ik er vanaf halen. Dat die lijkt alsof dat die rond naar beneden komt. En het overtollige plastic knip ik eraf. En nu gaat het feest beginnen. We gaan hem gezellig opmaken met allemaal eucalyptus. Roosjes hebben we. We hebben leuke nutans. We hebben chrysanten. We hebben het gelijk. Ik heb gekozen voor de eucalyptus met bes. Want deze vind ik juist nu voor in de herfst met bessen juist heel gezellig eruit zien. En ja, dan valt hij ook mooi over mijn pompoen heen. Ik ga allemaal stukjes eraf halen en zorgen dat ongeveer het steeltje, zo'n 3 centimeter, de oases ingaat. En ik blijf met de pompoen ronddraaien. En ik kan gewoon random overal wat eucalyptus erin steken. Superleuke rozenbotteltjes en superleuke nutans. Moet je eens kijken hoe leuk dat die zijn. Een speldenkussen. Als je allemaal zo ziet, het lijkt naar een kussen met allemaal speldjes, speldenknopjes erin. Nutan. De rozenbottels. Ja, en die heb je nu ook in verschillende soorten. Hele lange takken of met die hele grote bottels er zo aan. Nu gebruik ik ze in de rode tinten, maar ik heb ook groene. Dus die zijn ook hartstikke leuk om te gebruiken. Dus het is maar net welke je tegenkomt en neem die mee. En misschien heb je ze zelfs wel in de tuin staan. Dat is ook superleuk. En dit zou je ook nog een leuke tip kunnen vervangen door bijvoorbeeld de klimop. Dus de hedera. En de hedera heeft ook vaak van die besjes eraan zitten. En dat zou je dan als alternatief kunnen gebruiken. Hoef je geen eucalyptus te pakken, maar dan pak je gewoon de hedera of de klimop uit eigen tuin. En dan hopelijk dat je dan er één soort bij hebt met een besje eraan. Want dat maakt het dan ook juist heel herfstachtig. Nou, hebben we nog superleuke rozen. Kijk, wat een mooie schatjes. Kijk, dit is een mooie kleur. Die heeft ook die warme tint, die warme gloed aan de buitenkant. En een felle gele oranje zit er, komt er dan ook weer in terug. En dat maakt dat die roze een klein beetje zo herfstig oogt. En dan past die juist weer heel gaaf bij zo'n pompoen erbij. Een leuk trosroosje kan ook. Goed schuin aansnijden, dat je een schuine punt en een scherp mes hebt. En dan ga je die er ook insteken. Nou, en dan hebben we nog superleuke santinis. Ik ga die in de kopjes ga ik die erbij zetten. En dan ga je zeg maar de gaatjes opvullen. Wacht, die gaat er niet zo fijn in. Even deze proberen te pakken. Zo. Nou, en dan ga je kijken, want de deksel gaat erop. En die deksel die ga ik er zo opzetten. En die ga ik proberen te klemmen.
Zo. En dan ga ik nog wat materialen stutten, als het ware. Nou, en dan gaan we de finesse maken. Gaan we even laten zien. Een beetje gouden veegjes gaan we maken. Klein beetje goud. Dit is de pompoen. Opgemaakt. En ik heb nog een verrassing. Want ik heb nog twee andere pompoenen opgemaakt. En die ga ik er heel even bij pakken. Want dan kunnen jullie nog meer inspiratie opdoen. Nou, ik heb er drie gemaakt. De eerste die ik had gemaakt is deze pompoen. Is dezelfde pompoen als deze. Dus die was oranje. En die heb ik geschilderd. Die heb ik geschilderd met paarse acrylverf. Dus ik heb de kleuren gemengd en toen kwam er paars uit. En toen heb ik er nog een beetje met het sponsje, wat ik net met het goud had voorgedaan, getamponeerd met witte acrylverf. Om hem een klein beetje lichter te maken. Maar je zou daar dus mee kunnen experimenteren. Je kan in alle kleuren kun jij de pompoen maken zoals jij wil. Nou, en deze heb ik als volgt opgemaakt. Hier heb ik die zalm, zacht roze gebruikt. En ook weer die gouden gloed met die spons gebruikt. En ook ruskusbladeren, die heb ik ook goud gespoten. Dus dit is onze pompoenenwedstrijd. Hartstikke leuk, ga er lekker mee aan de slag. En daag jezelf uit. En maak er een leuk feestje van.